leven niet op de maan, of we leefden helemaal niet op de maan. We droomden wel van een andere wereld, maar intussen was die andere wereld er niet natuurlijk. En vonden wij wel dat elke mens, dus ook vrouwen, recht hadden op werk. En dat het werk moest verdeeld worden. En eerlijk verdeeld worden. En in de oplossing die we daarvoor hadden was radicale werktijdverkorting met behoud van loon voor iedereen. Waarbij de achterliggende idee was, dan komt er ook meer tijd vrij om werk en gezin te combineren. Komt er ook meer tijd vrij voor mannen om een stuk van hun werk binnen het gezin op zich te nemen. Dus heel die idee. Nu, in de jaren 70 was dat een echte topic, een echte discussietopic. Je had aan de ene kant de vrouwenbeweging, de feministische beweging en de arbeidersbeweging, de vakbonden, die voor werktijdverkorting waren en op die manier het werk te verdelen. En je had aan de andere kant de werkgevers die voor deeltijd of het uitbreiden van deeltijdwerk waren. Ja, als we nu kijken, dan zien we dat het werkgeversidee het heeft gewonnen van het idee van de feministen en de arbeidersbeweging. Dus het deeltijdwerk is enorm toegenomen, is helemaal ingeburgerd en het blijft voornamelijk een vrouwenaangelegenheid, waarbij dan weer de combinatie werk-gezin voornamelijk op vrouwen terechtkomt.